U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Voor ons weer van vandaag moeten we naar het zuiden kijken en vanuit die hoek zien we flinke wolkenvelden op ons afkomen. Daarbij is het in de ochtend nog wel op de meeste plaatsen droog, met vooral in het noorden nog van tijd tot tijd de zon. In het zuidoosten valt al wat regen of motregen en die zone met lichte neerslag breidt zich verder over het land uit, zodat er vanmiddag op meer plaatsen soms een spatje regen valt. De hoeveelheden zijn zeker niet groot en het is zacht. Het wordt op de meeste plaatsen zo'n 12 graden bij slechts een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond trekt de zon met neerslag naar het noorden weg en van het zuiden uit wordt het droog begint het op te klaren. Temperaturen liggen rond een graad of 10. Vannacht koelt het flink af. Met in het noordoosten kans op nevel of mist. Daarvoor morgenochtend eerst laaghangende bewolking. Verder morgen zonnige periode en een overwegend droge dag. Nog steeds zacht, nog steeds weinig wind en nog steeds 12 graden. Vrijdag neemt van het zuidwesten uit de kans op regen geleidelijk aan toe. Zaterdag en zondag valt er op meer plaatsen van tijd tot tijd wat neerslag. Temperaturen gaan daarbij iets omlaag. In het weekeinde is het overdag zo'n 10 graden. Maar door de hoeveelheid aan wolken is het s nachts zeker niet koud. Ik ben Marco Verhoef. Van Weerplaza.nl